Vader in de hemel, dank u wel dat u bij ons bent en dat u mij wilt leren en uw gemeente wilt leren en opbouwen. En u zegt in uw woord, genade en vrede, Gods liefde en een goede relatie met God wordt steeds beter hoe meer we de Heer Jezus leren kennen. Ik bid, Heer, dat u vanmorgen door de kracht van de Heilige Geest ons steeds meer bekend gaat maken van uw woord. Dat het woord zo'n inwoning in ons gaat krijgen, dat we vernieuwd worden van denken, vernieuwd worden van geest, dat we nieuwe openbaringen krijgen, nieuwe zicht op zaken gaan krijgen, en dat uw woord, zeg maar, als brood ingenomen gaat worden, dat ons leven gaat brengen. Want er is één groot verlangen van u, Heer, dat iedereen die hier zit, stromen van levend water uit hun binnenste zullen komen. En dat kan alleen, Heer, doordat wij uw woord en uw geest steeds meer toe-eigening krijgen in elke plek van ons hart, in elke plek van ons leven. En ik weet, Heer, hoe moeilijk het soms vind, ook bij mijn eigen leven, dat ik zo druk ben met werk, dat ik soms denk, ik moet eerst terug naar de Heer. En ik weet, u zegt, het is heel eenvoudig, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dat alle anderen zouden toegeworpen worden. Ik bid, Heer, vanmorgen dat de gemeente vernieuwd wordt van denken, dat ze zeggen, hé, ik wil een aanbiddingsleven. Ik wil een aanbiddingsleven, dat mijn tempel is bestemd voor de Heilige Geest. Mijn lichaam is bestemd voor de Heilige Geest die een inwoning zal krijgen. Dat mensen tot leven zullen komen door de woorden die wij mogen spreken. Amen. Wilt u een gelukkig leven? Zijn er twee die een gelukkig leven hebben? Wilt u een betekenisvol leven? Een leven dat betekenis heeft? Het zijn er al zes. Wie heeft er wel eens een leeuw met een klappertjespistool doodgeschoten? Nou, weet je dat heel veel christenen rondlopen met een klappertjespistool om hun vijanden te doden? Positief denken, ik ga nu veranderen, dat is eigenlijk wat ze doen. Alleen de Heilige Geest kan ons veranderen en onze vijanden overwinnen. Nou, wat is de Heilige Geest? De Heilige Geest is een geest van kracht, van liefde en bezonnenheid. Zonder die Heilige Geest kunnen wij geen gelukkig leven leiden. Dat durf ik te stellen. Op basis van Gods woord. Zonder de Heilige Geest en zijn woord kunnen wij ook geen aanbiddingsleven leiden. Een aanbiddingsleven is niet alleen zingen, zoals we hier doen, of als je op je fiets zit, of achter je aanrecht, of in je auto. Een aanbiddingsleven is een lifestyle. Is de inwoning van God in jou, in plaats van jij en jouw wensen. Een koninkrijkprincipe. Vanmorgen gaan we het daarover hebben. Ja, dan moet je wel eens weten wat geloof is. Ja, ik geloof in God. Ik hoor heel veel mensen zeggen, ik geloof in iets. Als ik met zaken op de paarden spreek, ja, ik geloof wel in iets of een hogere macht. Geloven is dat God het goede met jou voor heeft. Hij wil dat jij straalt als een ster. Maar jij kunt niet stralen als je niet die verbinding hebt of de weerkaatsing van God op jou. Er is dus een verbinding voor nodig waar vorige week ook over gesproken werd door Erik. De rank en de wijnstok. De vruchten en de wijnstok. Geen vruchten zonder verbinding. En hoe is die verbinding? Door het water wat stroomt door de rank naar de druiven. Maar God wil dat wij levend water zijn. Levende stromen. Dat de stromen van levend water uit ons binnenste komen. Maar als het uit ons binnenste komt, moet er wel eerst iets in ons. En dat is de Heilige Geest. Dat is een geest van wijsheid. Dat is een geest die ons vruchten draagt.
Liefde, blijdschap, geduld, langmoedigheid. Het is een vrucht, het is een iets wat ontspruit van binnenuit en doet groeien. Bekering is niet een net pakje aan naar de kerk of een keurig nette witte blouse of een gestreken broek. Bekering is een kering van binnenuit naar buiten. Een hartsgesteldheid, een geestgesteldheid. Wat is geloven? Nou, ik heb het ooit jaren geleden ook gebruikt. Geloven is... Wie weet wat de Niagara-watervallen zijn? Ja. Dat weet u. Dat is een hele grote waterkant van Canada naar Amerika. En dat blijft maar stromen. En toen kwam er een man en die spande een koord van Amerika naar Canada over de Niagara-watervallen. En hij liep er overheen. Hij balanceerde en hij liep er overheen. En alle mensen stonden te kijken met hun monden open, want als die valt, is die dood. Door de stroming van het water wordt hij opgezwolgen, of de scherpe rotsen wordt hij opengesneden. En alle mensen te kijken. En hij gaat, en hij gaat, en hij gaat. En hij haalt het. Onvoorstelbaar. En de mensen vertellen aan alle mensen, we hebben hem zien lopen. Hij liep over het koord en hij kwam naar de overkant. Dat kan niet. Dat kan niet. Het is echt waar. Het is echt waar. Hij haalde het. Heel veel mensen kwamen aanstromen en hij zei, ik zal het nog één keer doen. Dus hij ging weer over het koord en hij nam zelfs, om het nog duidelijker te maken, hij nam een kruiwagen mee. En de kruiwagen had hij en hij liep naar de overkant. Bijna bij de overkant haalde hij het toch. Weer gehaald. En toen zeiden de mensen, zie je wel, hij kan het. Hij kan het. Weer kwamen de stromen van mensen. En toen vroeg hij aan de eerste groep die hem had gezien, wie gelooft dat ik het haalde? En de mensen begonnen te juichen. Ja, we hebben het gezien. En de tweede groep. Ja, we hebben het gezien. De derde groep. Ja, die wist niet. Toen vroeg hij één iemand. En zijn naam. Vul jouw naam eens in. Kom jij eens naar voren. Wij gaan naar de overkant. En hij zette jouw naam in de kruiwagen. En hij liep met de kruiwagen met jouw naam naar de overkant. Je zat in de kruiwagen vol zenuwen en je dacht, ik heb het gezien dat hij het haalde. Hij heeft het overwonnen over de dood heen. Ik moet alleen op hem vertrouwen. Aanbidding is soms ook stil zijn, stilzitten. En hij bracht Bjorn naar de overkant. Op basis van het zitten van vertrouwen op degene die hem naar de overkant bracht. Dat heeft Jezus gedaan. Jezus heeft de brug gemaakt, niet van Canada naar Amerika, maar van planet Earth naar de van de aarde naar de hemel. Wie geloven is dus vertrouwen op Jezus die de brug heeft geslagen en ons de mogelijkheid heeft gegeven om naar de hemel te gaan. Het evangelie Lucas, we gaan over gelijkenis hebben, spreekt alleen maar over de verlossing en over de redding. Hij spreekt niet over wat je allemaal gedaan hebt of wat je nog gaat doen of wat voor achtergrond je hebt. Hij is gekomen om te redden, te genezen en leven te brengen. En nu zongen we net dat lied op die dag, als we ooit daarboven zijn. Maar die dag is ook vandaag. Die dag is vandaag. God wil ons vandaag nieuw leven brengen. En zijn aanwezigheid, ik noem het maar gemeenschap met hem, zal ons leven brengen. Daar gaan we het vandaag over hebben. Ik pak even wat geheugensteuntjes van de preek van Erik van vorige week. En toch even wil noemen. Dus geloven is vertrouwen
op Hem die ons bij God brengt. We hebben deze zomer over gelijkenissen. Gelijkenissen is eigenlijk... Ik ga even stelen van Erik. Lijken op Hem. Gelijk zijn op Hem. Verborgen lessen zijn gelijkenissen. Op Hem gelijken. Wat is een gelijkenis? Nou, als ik bijvoorbeeld naar Boas kijk, of naar Nathan, of naar Daniel of Tirza, en dan kan ik wel zeggen, oh, dat heeft die van zijn moeder. Of dat heeft zij van de moeder. Ik zal niet invullen wat ze daarvan hebben. En dat hebben ze echt van hun vader. Zal ik ook niet invullen. Maar het gaat erom dat ze zeggen, hé, ik zie iets van hun vader. En Jezus sprak in gelijkenissen, in voorbeelden, een vorm van beeldspraak om een waarheid duidelijk te maken. Een soort uiterlijke overeenkomst. Jezus sprak ook in gelijkenissen. En Jezus was een gelijkenis van God. Hij was de Zoon van God, een beeld van God. En God wil dat wij ook zijn beelddragers zijn. Dus gelijk zijn aan Hem. Hoe meer wij op Hem gaan lijken, hoe meer wij aan Hem gelijken. En hoe komt geloof? Geloof is niets anders dan vertrouwen en je laten in te vullen door zijn woord. Zijn woord in je te nemen. En zijn geest, in plaats van jouw geest, jouw stem, zijn stem, boven zijn stem, laten zegevieren. Ik geef gehoor aan wat hij wil. Niet wat ik wil of wat ik denk. Dat is vaak in strijd. De Bijbel spreekt over de geest en het vlees. Je kunt denken in je vlees. En vlees leidt tot de dood. En het lijden door de Heilige Geest, door de Geest, brengt leven. Brengt nieuw leven. Een aanbiddingsleven. In Romeinen 12, vers 1. Ik zeg u daarom, broeders, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Dus aan Hem overgeven. Ik had eigenlijk boven de preek staan, hebben we het mannenweekend er ook over gehad. Is de Heere jouw herder of is Hij jouw vangnet? Er zijn heel veel christenen die Jezus alleen gebruiken als hun vangnet. Oh, ik heb gezondigd. Kom maar naar de Heer, ik ga een vergeving vragen. Tuurlijk, dat doe ik ook regelmatig. Maar als hij alleen je vangnet is, kan hij je herder niet zijn. God vraagt. David zegt, de Heere is mijn herder. Hij leidt mij. In grazige weiden enzovoort enzovoort. Is de Heere uw herder? Denkt u vooraf, is uw brein, is uw hart, heeft u een commitment met God? Ik wil dat uw wil geschiedt. De Heer is mijn herder. Dat betekent steeds Hem voorrang geven. En niet, oh, ik heb het nodig. Ik ga even naar de trekautomaat. Ik heb vergeving nodig. Hij wil uw herder zijn. En Hij is nodig om uw herder te zijn. Wil u een vreugdevol leven kunnen krijgen. En een vruchtbaar leven. Dus het is eigenlijk een statement. Net zoals David ook zegt. Hij zegt, zal ik de Heere als een herder nemen? Nee, hij zegt, de Heere is mijn herder. Misschien is vandaag wel een moment dat u opnieuw moet zeggen, de Heere is mijn herder. Een proclamatie. Romeinen 12 vers 1 zegt, ik zeg u daarom, broeders en zusters, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Niet half, niet 90%. Te meer omdat Hij u al zijn liefdevolheid, goedheid, liefdevolle goedheid aanbiedt. Wat biedt u aan? Zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam, dus je tempel, je body, een levend offer zijn. Niet een schokkende dode pier, een levend offer. Heilig. Wat betekent heilig? Ik wil dat ik mezelf afzonder voor God. Zodat het een vreugde
voor mezelf is, voor God is. Ik heb heel veel mensen, als ik zeg, vertellen ze getuigenis, dan komen ze over een getuigenis van 17 jaar geleden, toen is dat en dat met me gebeurd. Dat is een boom die in de boomgaard staat, die één keer per 17 jaar een appel laat vallen. Als ik een hectare boomgaard heb, en ik heb één boom die komt één keer per 17 jaar een appel geeft, zaag ik hem om, want het rendement is niet groot genoeg. God wil dat wij dagelijks vreugde en vrucht dragen. Niet een seconde van 17 jaar geleden. Fijn dat dat gebeurd is. Maar hoe kan ik een vruchtvol, vreugdevol leven leiden? Daar gaan we het over hebben. Hoe kan ik een aanbiddingsleven invullen? Thema is dus, is uw leven een aanbidding? Voor hen die gekomen is om al het verlorene te zoeken en te redden. Hij is niet gekomen om hier een wijntje te proeven of een mooi huis te bouwen. Hij is gekomen om u en mij te redden. Vandaag spreken we over Lucas 11, vers 5 tot 8. Voor de bijvraag hoor. Ik lees het hele stukje maar even. Niet dat het zo groot is. Op een keer was Jezus ergens aan het bidden. Toen hij daarmee ophield, kwam een van zijn discipelen bij hem en vroeg: Heere, wilt u ons leren bidden? Johannes de Doper heeft het zijn discipelen ook geleerd. Jezus zei: Als u bidt, zeg dan: Onze Vader in de hemel. Hij erkende hem dus ook als Vader. Niet alleen de discipelen, hij erkende hem ook als Vader. Wij eren uw heilige naam. Is dat uw lifestyle, uw aanbiddingsleven? Laat uw koninkrijk komen. Koninkrijk betekent, het koninkrijk van God bestaat uit geest en waarheid. Het andere is de leugen en de duistere geest. Jezus zei, ik ben de waarheid en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Laat uw koninkrijk komen, de geest van waarheid. Geef ons elke dag opnieuw het voedsel dat wij nodig hebben. Dat is niet alleen je boterham met kaas, of pindakaas, of wat je er ook op hebt. Maar het dagelijks brood is Hem. Jezus zei, ik ben het brood des levens. En het woord. Vergeef ons de zonde die wij hebben gedaan. Ik zeg niet dat je zonder zonde bent. Er is niemand hier. Over het levende water gesproken. Het levende water is niet dat we stromen van levend water alleen gaan krijgen. Maar Jezus spreekt over het water ook de voetwassing. Dat als we struikelen of fouten maken, dat we het stof en de modder van onze voeten af mogen wassen. En dat we niet hoeven te kijken hoe de wereld naar ons kijkt, maar hoe God ons ziet. Hoe God jou ziet. En dan zegt hij, want wij vergeven ook de mensen die ons iets hebben aangedaan. Wil je een goede relatie, een reine relatie met God hebben, is vergeving naar je broer, zus of ouders of vrienden of andere relaties keihard nodig. Zeg niet dat je schoon met God wil wandelen als je de ander niet kunt vergeven. God heeft ons vergeven en hij vraagt het ook of wij dat bij anderen doen. Laat niet toe dat wij in verleiding komen. En je komt in verleiding. Ja, we komen zeker in verleiding. Jezus zegt het hier. Laat niet toe dat wij in verleiding komen. Dus Jezus erkent, je kunt in verleiding komen. Maar het niet toelaten is niet met een klapperpistool die leeuw doodschieten. Met de kracht van de Heilige Geest. En in de naam van Jezus. Moet je soms machten binden. Jezus zegt, als we bidden in zijn naam en machten zullen binden, zullen ze gebonden zijn in de hemel. Vanmorgen in de bidstond werd er ook gesproken. Ze zeiden, in de naam van de Heer Jezus. Als ik zeg tegen de duistere macht die in mijn hart kruipt, ga weg joh. Dan zegt hij, joh, doe de klapperpistooltje weg. Maar als je zegt, ga weg in de naam van de Heer Jezus. En ik bind je in de naam van de Heer Jezus. Dan weet die duistere macht. Jezus heeft alles overwonnen. Alles. Elke macht en elke duisternis. En zelfs de dood.
Jezus leerde hun ook nog meer over het gebed. Stel dat je midden in de nacht, daar ga ik het over hebben, dat is de gelijkenis. Jezus spreekt ook een gelijkenis. Jezus leerde hun nog meer. Stel dat je midden in de nacht naar een vriend gaat om 3 broden te lenen. Je maakt hem wakker en zegt, er is een vriend bij ons aangekomen. Hij heeft een hele reis achter de rug. En nu kiest niets voor hem te eten. De man roept vanuit zijn slaapkamer, laat me nou toch slapen, joh. De deur is op slot en we liggen allemaal in bed. Ik kom er nu niet uit om je te delen of te helpen. Maar als je aandringt, zal hij toch opstaan om je te geven wat je nodig hebt. Dat verzeker ik je. Niet omdat je zijn vriend bent, maar omdat je de moed hebt gehad te blijven aandringen. Luister, zo gaat het ook bij het bidden. Vraag en je zult ontvangen. Hier proclameert eigenlijk de Heer, vraag en je zult ontvangen. Soms moet je ook aandringen. Niet even denken, oh, ik heb het even nodig en ik ga weer verder met mijn leven. Zoek en je zult vinden. Klop en de deuren zullen voor je opengaan. Want ieder die bidt ontvangt. Wie zoekt vindt en wie klopt gaat de deur open. Velen van jullie hebben kinderen. Als je zoon om een vis vraagt, geef je dan een slang? Of als je om een ei vraagt, geef je dan een schorpioen? Natuurlijk niet. Dus al ben je slecht, God geeft zijn kinderen wat ze nodig hebben. Hoeveel te meer zal je hemelse Vader de Heilige Geest geven aan wie daarom vragen. Wat hebben we nodig? Een klappertjespistool of de Heilige Geest? De Zoon des Mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Aanbidding kan op allerlei manieren. Kan door stil zijn. Door te luisteren. Gehoor geven aan de stem van God. God schreeuwt niet. Hé, luister jij eens. Heilige Geest is echt edel. Hij blijft geduldig. Hij roept je. Hij roept je. Hij wil niet dat je verloren gaat. Hij wil niet dat je een dood leven leidt. Is uw leven een aanbidding naar God? Ik spreek tot halve christenen. Niet dat ik ze veroordeel, maar die half weg zijn. Er zijn echt 2 punten die me wel eens aanspreken binnen en buiten de gemeente. Er is een tijd om naar hem te luisteren. En dat doen heel veel christenen. En ook heel veel christenen niet. Maar die het doen. Ik geloof wel eens in de Martha's en de Maria's. Werd Martha afgewezen? Nee. Werd Maria afgewezen? Nee. Luisteren en doen. Het Martha en de Maria zijn. Jezus deed ook heel veel dingen. Hij zat niet alleen aan de voeten bij God. Hij liep uit. Hij zag de mensen. Hij was bewogen met ze. Hij kon ze aanraken. Hij wilde ze genezen. Hij wilde gevangenen vrijzetten. Dat deed Jezus. Geloven, vertrouwen in hem. Vertrouwen in hem, dan ga je ook hem steeds meer gelijk worden. Gelijken is iets herkenbaars. Dat mensen zeggen, dat heeft hij van God. Hij is veranderd. Dat mensen zien, dat heeft hij van Jezus, zijn integriteit. Zijn moed, zijn geloof, zijn dienen, zijn houding, zijn wijsheid, zijn zachtmoedigheid, zijn liefde, zijn geduld. De geest van God wordt in hem zichtbaar. Het stukje wat we net gelezen hebben. Goede vaders met al hun fouten behandelen hun kinderen goed. Hoeveel te beter behandelt onze volmaakte hemelse Vader zijn kinderen. Wat was nou de belangrijkste gift die hij gaf?
De Heilige Geest. Weet je waarom Jezus die gaf? Hij had eerst zichzelf gegeven. Jezus is uit de geest geboren bij Maria. Jezus is uit de geest weer opgestaan uit de dood. En hij heeft de geest aan ons overgedragen toen hij opvuur naar de hemel. Hij wist dat wij die Heilige Geest nodig hadden om een aanbiddingsleven te kunnen leiden. Ook om een overwinningsleven te kunnen leiden. Maar in het bijzonder opdat wij vrucht konden dragen. Vorige week hadden we het over hoe kunnen we vrucht dragen. Dat is door verbonden te zijn. Maar waarvoor zijn die vruchten? Ik heb er nooit een boom zelfs de vrucht op zien eten. Die vruchten zijn opdat anderen het leven van Jezus zien in jou. Dat jouw leven opgebouwd wordt. Dat niet leidt naar de dood of naar de afbraak. Dat je niet luistert naar stemmen die zeggen, joh, je moet dit doen of je moet dat gaan doen. Dat je kunt wel zo'n drang hebben. Hè? Sommigen hebben een drang naar misschien wel naar alcohol. Of een drang naar hebzucht. Of mooie auto's. Of mooie schoenen. Of kooplust. Of wat drijft jou? Al deze dingen, als je die gehad hebt, dan is het weer ook weer leeg. De geest van God is een voortdurende geest van vreugde, van een gemeenschap die alle verstand te boven gaat. Het is iets bovennatuurlijks. En wat zei Jezus? Dat vond ik het mooie. De belangrijkste gave die hij ons gaf is de Heilige Geest. En als de Heilige Geest ons gegeven wordt, ontwikkelt zich een Heilige Geest in ons. Geest van soevereiniteit, van zuiverheid. Van aanbidding. Niet meer gericht op mezelf leven. Maar leven op Hem. En dan komt een opstandingsleven in je. Dan kun je gaan opstaan, boven dingen uitkomen. Dan heb je een gerichtheid op het hemelse koninkrijk. En die is beloofd aan alle gelovigen. Er staat in Johannes 15, vers 26. Het is geen bezorgd leven, hè? Wel een zorgzaam leven. Een bezonnen leven. Wees in geen ding bezorgd, zegt de Jezus. Dat is ongehoorzaamheid. Sommige mensen zitten zorgen over allerlei dingen te maken. Ga eens in die kruiwagen zitten. Laat Hij je naar de overkant brengen. Aanbidding leven is leven volgens zijn koninkrijk principes. En niet die van jou. En niet die van mij. Maar in de geest van de waarheid van God. Die geven vruchten. Geluk, zaligheid wordt er zelfs aan verbonden hoor. Geluk, zaligheid. Er komen stromen van levend water. Uit jouw binnenste. Als die Heilige Geest gaat zegevieren in je hart, zullen er stromen van levend water uit je binnenste komen. En anderen zullen daardoor groeien. En jij zelf zult ook verfrist worden. Je zult kracht ontvangen. Je staat niet meer alleen. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Staat in Johannes 7, vers 38. Water staat symbool voor leven, voor groei. Water is om het stof en de modder af te spoelen. Wie loopt in deze wereld, heeft voetwassing nodig. Je voeten was je schoon met levend water, de woorden van Jezus. Dus je voeten, je fouten was je schoon met de woorden van Jezus. Jezus, wilt u mij vergeven, wilt u mij reinigen. Die je gedachten bijsturen. En nog vertellen hoe God naar jou kijkt. In plaats van hoe de wereld en jijzelf naar je kijkt. Hoe krijg je zo'n aanbiddingsleven? Niet door godsdienstig te zijn. Zeg je nou? Te geloven in de dienst van God. Niet door godsdienstig te zijn, maar door de dienst van God. Door jouw leven te laten werken naar de ander. Zien wat Hij deed voor mij. En uitwerken naar anderen. En aanbiddingsleven is een eervol leven aan je schepper, aan God.
in je lijfstaal, in je stilzijn, in je horen en het uitwerken. Ik wil nog twee stukjes lezen, daar wil ik dan daarna het lied hebben, Jan. Ik wil nog lezen Ezechiël 47. De beek die uit de tempel stroomt. Toen, Ezechiël kreeg dus een beeld. Toen bracht de man mij terug naar de ingang van het tempelhuis. En ik zag opeens dat er water onder de drempel vandaan stroomde. Het stroomde als een beek naar het oosten. Want de voorkant van het tempelhuis, de tempel was in de aanwezigheid van God, stond in de richting van het oosten. Het water stroomde naar beneden en liep aan de zuidkant van het altaar de grond in. Toen bracht hij mij naar de poort aan de noordkant. Hij nam mij door de poort mee naar buiten. Moet je nagaan dat je dan eens visioen ziet. En bracht mij buiten om naar de poort aan de oostkant. Daar zag ik hoe het water aan de zuidkant van de oostpoort tevoorschijn kwam en naar buiten klokte. De man liep naar het oosten. Hij had een meetlint in zijn hand en hij meette ongeveer 450 meter af. En liet mij door het water lopen. Het kwam tot aan mijn enkels. Toen meet hij weer 1000 meter. En liet hij me door het water lopen. Het water kwam tot aan mijn knieën. Toen meette hij weer 1000 meter. Het water kwam tot aan mijn middel. En toen nog eens een keer 1000 meter. Nu was het water een rivier geworden waar hij niet meer kon lopen. Waarin ik niet meer kon lopen. Dus het is bijna een overgave. Want het water was zo diep dat je alleen nog in kon zwemmen. Lopen kon niet meer. Toen zei hij tegen mij: heb je het gezien, mensenzoon? Daarna bracht hij mij terug naar de oever van de rivier. Toen ik terugliep, zag ik dat het langs beide kanten van de rivier vol stond met bomen. Hij zei tegen mij: dit water stroomt naar het gebied in het oosten. Eerst komt het in de vlakte en daarna in de zee. Het stroomt de zee in, zodat het water van de zee gezond wordt. Overal. Ik wil even stoppen. Als wij dus verbonden zijn met de tempel, in de aanwezigheid van God, er stromen van levend water in ons komen, dan zullen wij andere zeeën ook zuiveren. Daar waar wij komen. Overal waar de twee rivieren komen, zal het wemelen van levende dieren. Het water zal vol vis zijn. Want als het water in de zee komt, wordt het water van de zee gezond. Zo zal de rivier overal leven brengen. Van Engedi tot en Iglaim zullen er vissers langs de rivier staan. Overal zullen ze hun visnetten te drogen leggen. Er zal net zoveel vis zijn, er zal net zoveel soorten zijn als in de grote zee. Maar de moerassen en plassen langs de rivier zullen niet gezond worden. Moeras houdt de stromen tegen. Misschien hebben we wel eens een moeras in ons hart. Ja, maar ik heb nog een aantal punten die ik vast wil houden. Moeras in je hart maakt je hart niet zuiver en maakt je leven niet gezond. Alles moet weg. Wil er stromen van levend water door je leven komen, wordt het een resolute keuze in alle details in je leven. Maar de moerassen en plassen langs de rivier zullen niet gezond worden. Ze blijven te zout. Aan beide kanten van de rivier zullen allerlei fruitbomen groeien. De bladeren zullen nooit afvallen. En er zullen altijd vruchten aan groeien. Nou, dit heb ik nog nooit gelezen. Elke maand zullen er vruchten aan zitten. Zo zoek ik een akkerbouwstuk. Als jullie me die aan kunnen bieden. Iedere maand, elke maand zullen er vruchten aan zitten. Doordat de bomen water krijgen van de rivier uit de tempel. Die rivier, God wil stromen van levend water naar ons heen laten stromen. En nu komt het. Wat is de reactie van de vruchten? En de bladeren
zullen genezen. De mensen zullen van de vruchten eten en de bladeren zullen genezing brengen. Uw aanbiddingsleven zal genezing brengen aan uw omgeving.